jeugdakkoord waar onze politici zich best diep voor schamen. En met volgende onderwerpen. De moedebetogers van Iran volgens president Ahmadinejad staatsverraders die zullen gestraft worden. Onze elektriciteit en gas zijn te duur, steken de energieproducenten de miljardenwinsten op zak. En Didier Reinders mag zich nog 2 weken informeren in een land dat toch al 248 dagen zonder regering zit. Eerlijk gezegd hebben we nog nooit zo stilgestaan als de voorbije 2 weken. En dat is onder Didier Reinders. Er is geen woord over inhoud gerept. Opeens gaat het opnieuw over de poppetjes en wie met wie. En dat is nog nooit bevorderlijk geweest voor een akkoord. België pakt dus morgen een politiek wereldrecord. Eentje waarvoor onze politici het schaamrood op de wangen zouden moeten krijgen. Morgen zijn ze namelijk exact 249 dagen aan het praten over een nieuwe regering. Enkel Irak, jawel, Irak deed ons dat voor, maar daar hadden ze na 249 dagen dan ook een akkoord. We praten daar zo dadelijk over met Bart De Wever, voorzitter van N-VA en een van de hoofdrolspelers. Goedenavond, meneer De Wever. Maar eerst gaan we naar Didier Reinders, want die mag van de koning nog 2 weken als informateur voortploeteren. Bart Verhulst. Wat heeft Didier Reinders nu bereikt na 2 weken informateur zijn? Dat hij er nog 2 weken mag bijdoen. En dat is het dan zo ongeveer. Ik heb een opdracht gegeven om naar aanvullende elementen, precisering te gaan. Tot en met 1 maart, dat zal een definitief verslag als informateur zijn op 1 maart. Aanvullen en preciseren, noem het gerust er eindelijk eens echt aan beginnen met wat de bedoeling was, zegt eerder op de dag SPA-voorzitter Genee. Eerlijk gezegd hebben we nog nooit zo stilgestaan als de voorbije 2 weken. En dat is onder Didier Reinders. Er is geen woord over inhoud gerept. Opeens gaat het opnieuw over de poppetjes en wie met wie. En dat is nog nooit bevorderlijk geweest voor een akkoord. Hij doet niks. Tot nu toe niet, nee. Over die poppetjes, welke partijen aan tafel mogen, zegt Reinders niks meer. In het weekend suggereerde hij nog dat SPA kon afvallen. PS floot Reinders terug en dus klinkt het nu, iedereen wil meedoen. De onderhandeling van een institutioneel akkoord met belangrijke overdrachten van bevoegdheden zal gepaard moeten gaan met een herziening van de bijzondere financieringswet. Een tweede basisvoorwaarde betreft de verplichting om een vertrouwensklimaat te scheppen of te herstellen tussen de partners van een toekomstige onderhandeling. Een vertrouwensklimaat dat klaarblijkelijk verdwenen is tussen de 7 partijen die sinds de zomer van 2010 aan de bespreking hebben deelgenomen. De kar van wat voor Reinders nodig lijkt om een compromis te vinden is overladen. BHV, staatshervorming, Brussel, federale hervormingen, begrotingen, het zit er allemaal in. Binnen de contour van de hervorming zullen ook de beslissingen moeten zitten die moeten worden genomen om tegen 2015 een begrotingsevenwicht te bereiken. Maar dat is dus regeringswerk, terwijl PS toch had gezegd en ook nu weer in hun reactie op de verlenging van Reinders' mandaat, de informateur heeft een institutionele opdracht. Ik zal meer detail geven later, maar nu. Dank u. Zover zijn we dus op de vooravond van dat fameuze wereldrecord. Ja, Bart De Wever, eerst de mededeling van Didier Reinders zelf. Wat maakt u daarvan? Wel, dat hij nu over de inhoud gaat werken, dat heb ik wel begrepen. En dat hij dus pistes van oplossing gaat aanreiken die dan mogelijk zullen maken, of onmogelijk, dat weten we niet, om met een bepaalde ploeg die zich daar rond wil verenigen, onderhandelingen op te starten. Meer is het ook niet. Nee, maar inhoudelijk gaat hij eigenlijk onmiddellijk alweer verder dan hij mag van de koning. Hij wil ook over begroting spreken, over arbeidsmarktbeleid, over alles wat je federaal nog moet doen. Dus het sociaal-economische beleid toch aanpakken. Strikt genomen staat dat inderdaad niet in de opdracht die hij van de koning heeft gekregen. Is dat dan de goede aanpak? Ja, dat zal moeten blijken. Hè. Ik moet het eerste gesprek met hem nu nog hebben. Dus het is voor mij ook totaal nieuw. Dat zal nog moeten blijken. Hè. Maar strikt genomen is dat niet zijn opdracht. Maar klopt het wat Caroline Genee zegt, dat er eigenlijk tot nu toe inhoudelijk nog niks is gekomen van bij Didier Reinders? Ja, dat is overdreven. We hebben al wel wat gesprekken gehad, ook naar de inhoud. Ik weet natuurlijk niet wat hij met mevrouw Genee heeft besproken. We moeten ook rekening houden dat meneer Van Lotte 100 dagen aan de slag is geweest. Het is niet omdat er 14 dagen iemand aan de slag is die je misschien niet graag hebt, dat je onmiddellijk zo negatief moet doen. Dat lijkt me wel wat overdreven. Nu, hij heeft nog een aantal andere dingen gezegd. Inhoudelijk heeft hij ook een aantal dingen afgetast. Bijvoorbeeld Brussel, hoofdstedelijk gewest. Daar moet kunnen over gesproken worden. Zegt u, ja, ik wil daarin meegaan, of is dat bij voorbaat no passaran? Wel, ik kan er natuurlijk nooit in de media. En dat vind ik wel teleurstellend, dat hij
nu plotseling, als hij over inhoud begint te spreken, dat hij eerst in de media doet. Ik had dat allemaal wel eens willen vernemen van hem. Als hij mijn contouren wil kennen, dat is niet moeilijk. Ik ben de eerste die iets op papier heeft gezet. Daar staat het allemaal in. Als er natuurlijk heel veel voorstellen komen die er allemaal ver buiten vallen en die nog verder gaan op de reis af naar beneden dan een nota van een auto die er al een stuk onder lag, ja, dan zal het heel erg moeilijk worden. Maar dat heeft dan het voordeel van de duidelijkheid. Dan heeft de MR de kans gehad om haar voorstellen rond Brussel BAW op tafel te leggen. En dan zullen we zien of dat zij een oplossing kunnen aanreiken. Ik vind dit zeker geen gelukkige zaak. Er zijn natuurlijk van bij zijn partij en met name van bij het FDF van meneer Menguin al signalen gekomen dat ze willen terugkomen op die afspraken die er bijna waren over BHV. Hè? Ja, het staat iedereen vrij natuurlijk, hè, om zijn mening te hebben en die op tafel te proberen leggen. Maar het zal dan maar moeten blijken of dat er dan met die partij een oplossing kan komen. Hè. Dus daarop teruggrabbelen zal in elk geval voor u niet gaan. Bah, ik wil een compromis sluiten, ook rond BAV. Ik kan me niet zeggen dat in mijn nota dat het een puur Vlaams standpunt is. Er staan dingen in die de Vlamingen absoluut niet willen, de Vlaamse beweging zeker niet wilt. Maar iedereen heeft daarin zijn marges en je moet dat dan zien, dat BAV-verhaal, in het grote geheel van een staatshervorming. En onderhandelen doe je niet op deze manier, op een persconferentie. Ik heb dat al zo dikwijls gezegd dat men daarmee moet stoppen. Ik lees vandaag weer allerlei verklaringen, ook van de PS, waarvan ik denk, waarom doet men dat? Ja, maar hier zit dus eigenlijk de mislukking sowieso al ingebakken. Dat is voorbarig. Hij heeft 14 dagen. Ik neem aan dat hij ons zal uitnodigen om te werken waar het moet. Zijn de discreet, binnenkamers. En dan zullen we zien. Dit is natuurlijk geen gelukkige start. Hey, dat kan je moeilijk onder stoelen of banken steken. Meneer Wever, we zijn natuurlijk morgen aan die fameuze 249 dagen, dat fameuze wereldrecord. U bent een van de hoofdrolspelers. Bent u daar persoonlijk niet een beetje beschaamd over? Wel, als ik uw inleiding goed begrepen heb, zou ik hier knalrood moeten zitten en we zijn ongeveer de slechtste politici van de wereld. Ik denk dat het natuurlijk nuttiger is om een ernstige analyse te maken. Misschien is er iets mis met dit land. Mm. Waarom lukt het ons niet? Omdat wij het enige land zijn in de democratische wereld dat ik ken, waar je twee democratieën moet optellen na de verkiezingen. Dat is uniek. Dat moet je nergens anders doen. Als die twee op elkaar lijken, is dat niet zo erg. Maar als die over de dingen die de kiezer echt wakker houden, over het migratiebeleid, justitie, het sociaal-economisch, het staatshervorming, totaal anders denken, dan heb je wel een groot probleem. En dan kan zeker het wel zijn dat partijen, zeker als die twee dan onvoldoende bereid zijn om tot een compromis te komen. Maar dat is echt onzin. Echt onzin. Als u mijn tekst leest die zwart op wit staat, en u ziet de reactie van de Vlaamse beweging het OVV, 16 op 90 heb ik gekregen. Dus men mag mij veel verwijten en veel zaken zijn terecht. We hebben fouten gemaakt. Maar niet dat ik een compromis niet heb gezocht. Aan de andere kant, de Franstaligen, die hebben ook openingen gemaakt. Want in 2007 wouden zij niks qua staatshervorming toestaan. Zij hebben dingen die in hun ogen ver gaan op tafel gelegd. Mm-hmm. Maar we zijn elkaar dus nog niet tegengekomen. Ja. Dat is het echte drama. En nu speelt men de waiting game. Zij die het status quo willen, die wachten gewoon. Je breekt dat wereldrecord. Ik moet hier dodelijk beschaamd zitten. De ondertoon is, wees eens wat soepel, geef eens toe, maak eens snel een regering. Wel, we zijn op de sukkel geraakt met dit land, met een hoge schuld, hoge belastingen, lage pensioenen, door al de regeringen die voor mij zijn gekomen. En als we eerlijk zijn, ligt dit land al 3 jaar totaal geblokkeerd. Ja. Dat is niet van de laatste 8 maanden. Maar met andere woorden, u bent wel een van de grote winnaars van de verkiezingen. U voelt zich op het ogenblik niet persoonlijk verantwoordelijk voor het feit dat er maar niks komt. Maar ik voel me natuurlijk verantwoordelijk als politicus van mijn gemeenschap die in dit land leeft en die oplossingen moet zoeken. Die verantwoordelijkheid die draag ik, die dragen wij allemaal. Maar ik voel me niet verantwoordelijk voor de toestand waarin ik alles heb aangetroffen. Hè. Die is gemaakt door de mensen voor mij. En ja, het is zeer moeilijk om, naarmate die twee democratieën niet meer op elkaar lijken, een andere richting uit willen, toch alles te verzoenen. En als het er weer op neer gaat komen dat men van de Vlamingen vraagt, want van de Franstaligen, die worden niet onder druk gezet om een of andere reden, ik wel, om dan te zeggen, ja, laat uw eisen dan vallen en maak toch maar een regering, dan heeft men de les van 2007, is men die al totaal vergeten. En die is? Dat als je dat doet, dat je veel dromen kan hebben over beter beleid, maar dat je het tegenovergestelde gaat hebben van wat je wenst. Ja. Nu, meneer De Wever, Caroline Genee, de voorzitter van SPA, die legt de verantwoordelijkheid aan Vlaamse kant vandaag wel heel duidelijk bij u. We kijken eens naar een fragment uit een interview dat Tim Pauwels met haar vanmiddag had. Wel, het is geen geheim, denk ik, dat de N-VA zeer moeilijk kan definiëren wat het einddoel op dit moment is. Het is ook geen geheim, denk ik, dat de N-VA een partij is die hier haar fond de commerce vindt in die communautaire strijd en in die communautaire woeligheid. Het is ook geen geheim dat een groot deel van de N-VA graag wil bewijzen dat dit land niet functioneert. En dat zijn ze nu wel aan het bewijzen. Maar het is nooit de verantwoordelijkheid van één partij. Het is een collectieve verantwoordelijkheid, maar sommigen zijn meer verantwoordelijk dan anderen in de twee betekenissen van het woord.
Dat is een zware beschuldiging. U wil bewijzen dat het niet werkt en u bent het aan het bewijzen. Oh, maar nu elke keer als mevrouw Geneerland een interview geeft om ter zake, is het altijd mijn schuld. Mm-hmm. Dat is een van de weinige constanten tijdens deze onderhandelingen. Eerlijk gezegd, ik trek mij dat niet meer aan als ze mij zo wilt zwart maken, want ze maakt een intentieproces. Je kan je daar niet tegen verdedigen. Het moet zijn dat de liberalen in de piste zijn, dat de socialisten niet gelukkig zijn en dat dan ook alle bevriende opiniemakers van de socialisten, en dat zijn er nogal veel, ook niet gelukkig zijn. Als ik lees dat mevrouw Onkelings in La Dernière Heure vandaag zegt dat ik een kanker ben die leeft op haat en misprijzen, ja, dan moeten ze eens duidelijk zeggen, wensen ze met mij een regering te maken? Mm-hmm. Of zijn ze bezig om een regering zonder mij te maken? En dan moet je natuurlijk dit soort praatjes elke dag vertellen in de hoop dat vroeg of laat de mensen dat eens geloven. Ja. Dit versterkt misschien of wellicht uw mening dat het aan Vlaamse kant wellicht beter zou zijn om het te doen zonder de socialisten. Poch, eerlijk gezegd, wat mij interesseert is de inhoud. Hè? Ja. Dus het gaat over een hervorming in de staat. Maar met andere partijen kun je makkelijker tot een andere inhoud komen natuurlijk. Hè? Ja, dat is nog maar te bekijken. Hè? Mm. Dus als je kijkt wat meneer Reinders vandaag rond BAV in Brussel zegt, ja, dan is dat niet van die aard om te hopen dat het veel gemakkelijker zal zijn. Maar het is natuurlijk aan Vlaamse kant geen geheim, en daar maak ik geen geheim van, dat wij veel dichter bij de VLD zitten, zowel op communautair, sociaal-economisch vlak, op elk vlak, dan bij de SPA. Maar dat weet iedereen. Maar je leeft niet alleen op de wereld. Een coalitie maak je met z'n allen samen. En dat zijn met precaire evenwichten. Maar dat ik natuurlijk liever met de VLD in zee zou gaan dan met een socialistische partij. Ideologisch is dat zo klaar als een klontje. Wat vond u ervan dat Elio Di Rupo die piste van Reinders die hij duidelijk heeft uitgesproken, onmiddellijk heeft afgeschoten? Hij laat SPA niet vallen. Ja, ik vond het persoonlijk ook niet zo verstandig dat er zo openlijk over coalities is gesproken door meneer Reinders. Dat vond ik nogal voorbarig. Dus je moet inderdaad, als je in de piste komt, eerst en vooral eens iets inhoudelijk doen. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb eerst een nota geschreven. Op basis van die nota kan je dan zien wie staat er achter deze oplossingen. En zijn dat dan voldoende mensen om 100 zetels te hebben, de 2/3 in het parlement? Dat lijkt mij ook de logische volgorde. Ja. Dus ik vond dat ook storend, want het liet zich voorspellen dat natuurlijk de PS dan ging zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet, hè, dat de SPA en de Groenen er worden uitgeduwd. En zo want dat zijn Ideologie hun ideologische bondgenoten. Maar zo zit heel dit land toch geblokkeerd. Ja. Vlamingen en Walen in meerderheid denken anders, komen niet overeen. Maar de linkse minderheid in Vlaanderen sluit aan bij die linkse meerderheid in Wallonië en andersom. Ja. En dat maakt natuurlijk, als je dat allemaal optelt, waarom je dan een wereldrecord kan breken in dit land. Ja, maar daardoor moet Elio Di Rupo dat, moet Didier Reinders dat voorstel inslikken, wint Elio Di Rupo natuurlijk weer. Ja, ik vind eerlijk gezegd, als je van één ding het schaamrood op de wangen zou moeten krijgen, is dat je na 8 maanden nog in dat soort spelletjes en in dit soort interviews, zoals ik daar straks met mevrouw Geneep gezien, als je dat nog moet geven na 8 maanden, dan denk ik dat je onderaan het knalrood mag worden van schaamte. Ja. Dat zijn dezelfde partijen die constant zeggen dat we geen politieke spelletjes mogen spelen. Ja. Wel, als je dat soort politieke spelletjes niet wil spelen, dan kun je misschien wel denken aan de economische toekomst van dit land. Er is een regering nodig om die begroting op te stellen en beslissingen te nemen over pensioenen, over van alles. Ja, dat is waar. Dat steek ik niet weg. En ik denk dat de tijd ook op is. Ik steek dat niet weg. Het is niet goed, vooral omdat je internationale aandacht trekt die je beter zou vermijden. Maar als je naar de feiten gaat kijken, we hebben natuurlijk nog deelstaatregeringen die wel functioneren. Europa bestuurt ons voor een groot stuk. De sociale zekerheid, die draait eigenlijk op zichzelf. En als je naar het jaar 2010 gaat kijken, de economische groei, dankzij Duitsland boven het gemiddelde, 30.000 jobs netto erbij gekomen, export met 10% gestegen. Ironisch genoeg, geen regering is ook besparend met de voorlopige 12e. Is er eigenlijk weinig reden om drama te roepen. Dat gezegd zijnde, moet dit ophouden. Dit moet stoppen. Al is het maar niet om een regering te hebben, dan wel door het feit dat als je na 8 maanden alles geprobeerd hebt en er is niks, moet je de mensen niks meer wijs maken. Ja, maar er is misschien toch een dreiging. Luc Koenen, de vice-gouverneur van de Nationale Bank, vandaag in de ochtend, die zei ja, de speculanten zullen klaarstaan wanneer er tegen maart, begin april, geen regering is. Dan heb je reële effecten voor de Belgische schuld, die veel duurder gaat worden. Maar dat gaat ook effecten hebben op de financiële instellingen. Want die hebben natuurlijk wel belangrijke portefeuilles, overheidspapier, op hun balans staan. En dus dat gaat ook daar concrete gevolgen hebben. Dus daar moeten we wel mee opletten, want dan is het te laat. Een keer dat de beweging in gang is, dan stellen we vast in de andere landen, dan is dat heel moeilijk om die beweging in te dijken. Dat is een waarschuwing. Er moet wel degelijk een regering komen, zo snel mogelijk. Maar dat heeft niks met speculanten te maken. Hij heeft gesproken over de ratingbureaus. Ja. Want er wordt over die speculatie ongelooflijk veel onzin verteld. Dat moet men toch van het hart. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat als uw geloofwaardigheid als land op het spel komt staan en je hebt een gigantische staatsschuld, dat je een probleem hebt. En dat kun je oplossen door een regering te maken. Vandaar, dat weet ik eigenlijk ook niet hoor. Want als je kijkt naar het IMF, wat die vragen, zeggen die niet een regering om er een te hebben. Ze zeggen een regering die uw budget in evenwicht brengt tegen 2015. Dat
zeggen die de nodige hervormingen doorvoert, zoals Duitsland die gedaan heeft. Als je ziet wat IMF voorstelt en je leest het N-VA-programma, dat is bijna dezelfde tekst. Dus ik zou er wel aan willen beginnen. Ik heb er geen enkel moeite mee. Maar ik ga geen regering maken die het bekort wegdoet door de belastingen te verhogen. Hè. Dat ga ik niet doen. Hè. Of die in onze arbeidsmarkt nog wat moeilijker maakt om de werkstelling te creëren in dit land. Dat ga ik wel niet doen. Ja. En als dat van mij wordt vereist door andere partijen, ja, dan zal dat echt niet lukken. Ja. Intussen, meneer De Wever, in heel dat klimaat lopen natuurlijk de spanningen op, de treiterijtjes, soms klein. Vanmiddag was er dat berichtje uit Steenokkerzeel. Een N-VA-raadslid wil daar Le Soir uit de openbare bibliotheek willen verwijderen. Dat is altijd een goed idee. Vindt u dat een goed idee? Ja, natuurlijk gezegd, Le Soir. Dat is wel een krant die heeft opgeroepen om mij te interneren in een editoriaal, om mij te verdrinken in een column. Die heeft gezegd dat ik een negationist ben, een holocaustontkenner. Eerlijk gezegd, dat is een krant die geen enkel welvoeglijk mens nog zou mogen lezen. Maar om die weg te doen uit de bibliotheek, inderdaad, dat lijkt me wat over. Maar er is ook, en dat is misschien wel tekenend, een ander incidentje geweest, het is allemaal klein. Een N-VA-raadslid in Afrigem protesteerde tegen een tweetalige flyer van een zangeresje. Is het dat allemaal waar? Ja, maar als eigenlijk u de mensen wil wijsmaken dat alle problemen ontstaan omdat de N-VA is wat ze is, dan wens ik u veel succes. Maar dat staat heel ver van de realiteit van de hervormingen die dit land nodig heeft en die de Vlamingen hebben gevraagd. Men is het beu dat men altijd anders wordt bestuurd dan men heeft gestemd. En men ziet daar de gevolgen van. Men wil strikt migratiebeleid, men krijgt een regularisatiecampagne. Men wil besparingen, men krijgt belastingverhogingen. Men wil dat de arbeidsmarkt hervormd wordt zoals in Duitsland, dat wij kunnen aansluiten bij de locomotief van Europa en we staan stil. Ja. En dat heeft niks te maken met een flyer in Afleghem of wat dan ook. Dat zijn wat dat Elie altijd noemt, de kakkewet. Ja. Maar de slotsom van dit interview is misschien wel dat u nu al 12 minuten lang opnieuw de verschillen beklemtoont. Mm-hmm. Dan vraag ik mij af, ziet u eigenlijk de komende weken een oplossing? Of gaan we naar verkiezingen? Well, het is inderdaad niet zo moeilijk om pessimist te zijn vandaag. Mm-hmm. Maar ik denk dat er nog oplossingen mogelijk zijn. En ik wil, ondanks alles en ondanks alle verklaringen van vandaag, weer van mevrouw Gené, van mevrouw Onkelings, de persconferentie met meneer Reinders, die eigenlijk ook niet afgesproken was, toch weer 14 dagen gaan proberen. Dat was alleszins niet doorgesproken, de manier waarop. En ik had me helemaal niet verwacht dat hij met BAV-voorstellen ging komen. Ja, ik had dat wel verwacht, aan de onderhandelingstafel, om dan te kijken, goed, niet goed. Dit gaat natuurlijk weer een polemiek ontketenen die niet goed is. Dat is nogal duidelijk. En dus er is vandaag zijn er veel redenen om pessimist te zijn, maar ik wil de komende 14 dagen toch doorwerken om te kijken of we er niks goed kunnen van maken, alsnog. En ik denk dat er nog mogelijkheden zijn. Maar natuurlijk, de tijd is op. Mm-hmm. Het is onmiskenbaar en zo. En je hoeft niet bang te zijn. En de mogelijkheden geraken op. Ja, ik ben wel bang van verkiezingen. Omdat verkiezingen geven het land, maken het land echt stuurloos, wat het nu niet is. Want die regering lopende zaken, die doet eigenlijk alles. Hè. Die maakt een budget, die doet een interprofessioneel akkoord. Waarom? Omdat wij het niet moeilijk doen. Als ik morgen zou zeggen, u mag dat niet, dat is geen lopende zaak, dan is er pas echt een probleem. Ik doe gewoon niet moeilijk. En daardoor hebben we eigenlijk de facto een regering, die trouwens nog altijd de meerderheid heeft in het parlement. Mensen vergeten dat vaak. Maar ik wil daar dus het beste van maken om verkiezingen te vermijden. Ik denk dat het land stuurloos is bij verkiezingen. Tweede dag na verkiezingen word je wakker misschien in nog grotere impassen. Dus daar wil ik mijn verantwoordelijkheid in nemen om die ten alle prijzen te vermijden. Dat gezegd zijn in een democratie, als het echt niet meer gaat, is dat het allerlaatste dat je nog kan doen. Hè? Ja, oké. Maar dus toch nog eens proberen. Van harte bedankt, Bart De Wever. Graag gedaan.